Oh, it's the Cashew Vlog. Hey guys, it's Master Key en dit is Cashew Vlog nummer 5, dacht ik. Oké. Dus, het gaat eigenlijk over alleen wonen. Als je zo 18 tot en met 20 bent en je woont alleen, dan is dat super cool. En als je niet alleen woont, dan is dat normaal. En als je zo tussen de 20 en de 25 alleen woont of niet, dan maakt het niet echt zoveel uit. Want dat is de tijd dat iedereen wat zo op zijn eigen pad komt en alleen gaat wonen. En mensen gaan dat niet zo zwaar aan tillen. Je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen. Maar na 25, naar de 30 toe, dan is het al vanzelfsprekend dat je alleen woont. En als je al dan alleen woont, is het normaal. En als je niet alleen woont, dan is het zo heel raar. Van, je woont nog niet alleen? Tussen de 20 en de 25 was dat zo een vraag, mooi alleen of niet? Maar het ergste van alles nu. Je hebt twee soorten succesvolle mensen in deze wereld. Rijke mannen en mooie vrouwen. Iedereen gaat dat betwisten, dat is zo. Een vrouw wil de gast die succesvol is en heel rijk is. He, omdat hij jou zou kunnen supporten. En daarvoor zorgt ze ervoor dat ze heel mooi is. En een man wil een vrouw die heel mooi is. En daarvoor gaat hij ervoor zorgen dat hij heel succesvol is en rijk is. En dan kan hij zeggen, kijk hoe populair dat ik ben, want ik heb zo schoon chick kunnen krijgen. En die meisjes gaan zeggen, kijk hoe schoon dat ik ben om een zo succesvolle gast te kunnen krijgen. Ik zeg dat eigenlijk omdat het zo'n beetje stereotype is dat mannen dus altijd meer hebben dan vrouwen op het gebied van status. Mannen moeten altijd al een auto hebben en altijd al een eigen kot hebben, terwijl dat meisjes zo nog niet zoveel geld hebben, want ze zijn meer gefocust met hun uiterlijk en ze betalen effectief meer voor hun kleren en voor hun verzorging. En een make-up. En dus dan eigenlijk dat de gast al meer heeft, een eigen huis en zo. Maar sommige meiden zijn zo heel feministisch en zeggen dan, ja, de vrouwelijke emancipatie, mannen mogen niet beter zijn. Wij zijn de beste. Wij moeten beter zijn. Oké, dan zijn ze effectief zo ambitieus. Veel gasten noemen dan, ja, het is een arrogante weg. Maar eigenlijk is ze gewoon zelfzeker. En dat kan soms al arrogant overkomen, want ze willen zo heel geëmancipeerd zijn en ze hebben een eigen huis en een eigen auto. Ik denk van, oké, ze willen dan dat zij beter zijn. Maar het erge is dan, dan verwachten ze ook nog een keer dat mannen wel beter zijn dan hun. Dat minstens, de man die ze tegenkomen, minstens ook een eigen huis heeft en een auto. Ja, maar dat klopt niet, hè. Want wij zeggen dat mannen beter moeten zijn en zij zeggen dan, nee. Vrouwen moeten beter zijn. Ja, maar dan moet je niet boos zijn als een gast niet alleen woont, hè. Soms is het gemakkelijker om alleen te gaan wonen. Soms is het makkelijker om thuis te blijven. Dat heeft allemaal heeft het met geld te maken. Bepaalde procenten heeft ook te maken met bijvoorbeeld mensen kunnen niet alleen zijn of mensen kunnen niet voor hunzelf zorgen. Maar het grootste deel heeft met geld te maken. Want als iedereen stinkend rijk geweest, dan woonde iedereen alleen. Maar je mag niet boos zijn van, ja, en je woont alleen. Allee, of je woont dus niet alleen, daar gaat het eigenlijk over. Als gast is het heel intimiderend als een meisje alleen woont. Het is heel cool. Maar soms denk ik zo dat niet eens een meisje wel niet rijk is of alleen woont. Want dan gaan ze denken, ja, ik ben beter dan hem. En eigenlijk, in stereotype, dat ze niet wil toegeven, want zij wil wat beter zijn, is eigenlijk dat de man beter moet zijn. En als de man niet beter is, omdat zij zo goed haar best heeft gedaan, ja, is die gast niet aantrekkelijk. Want die gast heeft dan niks niet meer. Zij is dan al succesvol. En rijk. En vaak is het zo dat oudere vrouwen succesvol en rijk zijn, maar dan hebben ze zin bijvoorbeeld in jongere gasten, hè, en dan worden dat boekers genoemd. En dan, maar dan zijn die gasten heel mooi, dat zijn dan echt modellen en zo, en dan kan dat ook. Maar normaliter, hè, is dat gasten ouder zijn en meisjes die jonger zijn. Allee, iedereen moet dan gewoon dat stereotype toegeven, hè. Als ze gasten uit zijn op mooie vrouwen, dan moeten ze gewoon succesvol en populair zijn. En als meiden willen geld hebben en willen dat die gast heel succesvol is, dan moeten ze nu eenmaal mooi zijn. Want
Het komt veel vaker voor dat je schoolmeisjes ziet met een lelijke gast, of een dikke gast, of een oudere gast. Hè? En ja, maar ja, hij is lief hoor. Oh, nee, hij is gewoon rijk en hij behandelt hem misschien goed. Maar hij heeft ooit al een keer een hele schone gast gezien. En die heel speed is en eigenlijk succesvol is, like een celebrity, die dan echt een lelijk wijf heeft. Die ook dik is en zo van, allee, ik wil echt niet grof zijn of racistisch. Dus ik heb het niet over grenzen van dik zijn of grenzen van lelijk zijn. Je kunt verliefd worden op iedereen. Alleen, er is wel ergens een maatschappijregel dat we vasthouden zo van, ah, dat is de norm ergens. Ik zeg niet waar dat dan ligt, ik zeg dat gewoon per definitie. Anders worden mijn video's ook veel te lang als ik dat hier gaan moeten analyseren. Hè. Dus het komt wel voor dat soms een keer een gast met een meisje is die minder mooi is, maar meestal is dat meisje schoner. En het is effectief zo dat relaties beter lukken als het meisje mooier is. Waarom? De volgende reden. Als het meisje mooier is, dan ze zeggen, ah, ik ben de mooiste in de relatie. En dan had die gast zeggen, ik heb wel een schoner wijf dan ik kunnen krijgen. Als het omgekeerd is en die gast is schoner, laat dat meisje zeggen, ja, hij is wel schoner dan mij, ik verdien hem niet. En ze is bang dat die gast haar in de steek gaat laten, want zij wil eigenlijk beter zijn. En die gast gaat zeggen, ja, ik zie schoon, maar eigenlijk heb ik gelijk dat eigenlijk lager ligt. Ja, want je werkt natuurlijk met niveaus. Dus, vrouwen zijn gebaseerd op hun eigen schoonheid en op succesvolle mannen krijgen. En ook rijke mannen krijgen. Rijk is eigenlijk alleen maar, niet omdat geld is, ergens wel omdat ze ze zouden kunnen supporten voor de kinderen en zo later. Maar ook omdat die gast moet blijkbaar iets gedaan hebben waardoor dat hij zo'n job heeft die veel verdient. Dus hij moet iets hebben dat heel waardevol is. En daar, dat, en geld is een indicatie daarvan. Dat gaat niet speciaal om dat geld. En de status is hetzelfde. Bijvoorbeeld is dat geld plus status plus plus uiterlijk, plus hoe lief dat ze zijn. Mannen zijn meer gebaseerd op hoe succesvol dat ze zelf zijn. En hoe zo van, hoe populair dat ze zijn. En met hun imago en cool zijn. Maar zijn meer gefocust op vrouwen en uiterlijk. Dus eigenlijk passen we elkaar heel goed aan. Yin en Yang, dat past eigenlijk een vrouw en een man. Dus daarom past het niet als je als vrouw en man alle twee dezelfde karakters hebt. Als je alle twee dezelfde ingesteldheid hebt op dingen, is dat wel goed dat je alle twee muzikaal bent en gelooft in dezelfde dingen, maar als je alle twee dominant bent of alle twee submissief, past niet. De vrouw moet altijd meestal submissief zijn en de gast dominant, want de gast is succesvol. Dat kan ook natuurlijk omgekeerd zijn, dan past dat ook, maar dat is nu niet zo ideaal. En daarom vind ik het gewoon beter, alleen niet beter, gewoon als die gast alleen woont, dan is dat goed, maar als een vrouw wil dan niet wonen en zeggen van, ik ben een onafhankelijke vrouw, vaak heel erg aan het overkomt, hè? Als ze dat zegt, nee, als ze zeggen dat toch niet van, ik kom er niet mee. Maar een vrouw doet dat dan, waarschijnlijk omdat ze al heel haar leven onderdrukt is geweest, weet ik veel, nu is dat echt niet meer zo. Dan moest ze ook niet verwachten dat die gast nog meer gaat hebben dan haar. Als zij al alles heeft gedaan om zo hoog te komen. Want als een vrouw haar best doet, kan ze veel meer krijgen. En soms zeggen ze van, ja, een vrouw krijgt minder betaald voor dezelfde job. Vind ik dan heel raar. Vrouwen krijgen meestal meer extra's en vrouwen kunnen veel meer bekomen als ze willen. Want dat gaan nog veel volgende video's zijn over seksisme en over racisme en over maatschappelijke morele standaards en zo. Maar een vrouw kan naar elke man toe gaan en seks hebben met die gast. En die gast gaat altijd zeggen ja, maar een gast kan dat nooit doen met een meisje. Dus daarom moeten gasten altijd achter meisjes zitten en moeten meisjes altijd filteren de gast. Oké, dat terzijde. Dus ik vind gewoon dat dat zo'n beetje is. Ik weet niet hoe dat is met die jobs, maar als gasten meer betaald worden, is dat wel meestal omdat gasten meer risicovollere jobs hebben. Het moment dat als een boot aan het zinken is, dat ze gaan zeggen, ja gasten, ga hier maar eerst. En niet zeggen dan vrouwen en kinderen eerst. Op dat moment gaan vrouwen niet meer veel betaald worden. Maar als vrouwen nog altijd behandeld worden als oh, de dunne en de timide, tedere wezentjes die wij moeten supporten, ja, dan gaan ze effectief ook misschien anders behandeld worden. Dat is nu zo. We vullen elkaar aan.
op een of andere manier. En 90% van de keer is de man standvastig en is de vrouw meer mooi. En zorgt liefdevol voor die gast. Maar die gast moet haar beschermen. Zo is dat. Een beetje Prince Charming op het witte paard. Zo moet het een beetje zijn. En daarom dat het is als gasten nu met de nieuwe tijd. Zo de nieuwe man is. En zo meer vrouwelijke dingen gaan beginnen doen. En meer emotioneel gaan beginnen denken. Dat de vrouw meer logisch gaat moeten beginnen denken. En dat de vrouw de dominante rol begint te spelen in de relatie. En dat werkt niet. Dus daar moet de gast altijd logisch nadenken. Ook in ruzies. Een vrouw gaat altijd veel emotioneler nadenken. Alles op zichzelf trekken. En in ruzies ook niet meer over wat er aan de hand is hoor. Maar meer bezig zijn met wat hij dan gezegd hebt. Meer met die emoties. En effectief, ik besef dat ik kan blijven uren doorpraten en dat ik gewoon bang ben dat mijn camera gaat uitvallen. Of dat niemand ooit tot het einde gaat kijken. Maar, er komen er dus nog video's van en ik mag niet alles in één video plaatsen, want het moet natuurlijk wel behoren tot één titel. En dat ging nu over alleen wonen en over de status van dominant en submissief. Oké, see you next time. Sorry. Voor de schrikking.